De waterschappen en de provinciale statenverkiezingen staan voor de deur. Wij staan hier op dit moment in Roermond. En op achter mij wordt vlam gedebatteerd over stellingen zoals economie, onderwijs en duurzaamheid. En wij vragen ons af waarom de Zuids Hogeschool dit debat organiseert samen met Roermond. We vinden het belangrijk dat ook jongeren betrokken raken bij politiek, bij verkiezingen. En dat is natuurlijk een mooie manier om daar wat mee te doen. En het tweede is dat een aantal van de thema's die in de politiek heel belangrijk worden gevonden, en dus ook in Limburg, dat thema's zijn waar wij met onze opleidingen nadrukkelijk rekening mee houden, maar ook met ons toegepast onderzoek. En daar past dit debat in Roermond past daar ook goed bij. Nou, als je gaat kijken over de VVD, zie je dat onze maatschappij, de Limburgse samenleving, echt een aantal uitdagingen op zijn bordje gekregen heeft de afgelopen jaar. En wij willen dat samen met de Limburg gaan aanpakken. Dus wij willen meer en nieuwe zekerheden voor de toekomst, voor alle inwoners van Limburg. En over wat voor zekerheden spreekt u dan precies? Nou, we komen uit een tijd dat er een hele hoop zaken onbestendig zijn. Mensen zijn geconfronteerd geworden met een oorlog. Mensen zijn geconfronteerd met hogere energieprijzen. Mensen zijn geconfronteerd geworden met onzekerheid in de omgeving, ook door een virus. Een hele hoop zaken waar de provincie Limburg niks aan kan doen. Maar waar we wel als partij duidelijk hebben gezegd van, nou, voor die toekomst willen we die Limburgers meer zekerheid geven daar wat gaat om de toekomst van hun provincie. Dat geldt ook voor bedrijven die moeten vernieuwen, die duurzamer moeten worden. Welke keuzes ga je eraan maken? Ga je zeggen, we gaan de bedrijven sluiten, daar kiezen wij niet voor. Of gaan we de bedrijven helpen om die transitie met elkaar te kunnen maken. En ervoor te zorgen dat mensen die worden opgeleid op dit moment, zoals het debat waar we hier vandaag zijn met de Hogeschool Zuid, echt voor die toekomst worden opgeleid en ook een kans maken op de arbeidsmarkt. Dat zijn de keuzes die wij willen maken samen met de Limburgers. Mag ik vragen welke speerpunten de Partij van de Arbeid heeft? Ja, zeker. Er zijn natuurlijk verschillende. In onze campagne is op dit moment openbaar vervoer een heel belangrijk thema, omdat daar heel veel klachten over binnenkomen en ook veel speelt met de staking op dit moment. Armoedebeleid, maar ook onderwijs, waar we het vandaag over gaan hebben, is ontzettend belangrijk voor ons. Er is op dit moment nog veel tekort aan personeel. Hoe denkt u dan dat het streekvervoer daarin kunt ondersteunen? Er is op heel veel plekken een tekort aan personeel op dit moment. Dat biedt natuurlijk ook kans op passend werk voor iedereen. En ik denk als je op dit moment personeel wil aantrekken, dan zul je ook een goede werkgever moeten zijn. Dus goed betalen, goede werkomstandigheden creëren voor je mensen. En zorgen dat ze vooral willen blijven. Ja, de overheid die is nu eigenlijk aan zet. Dus je ziet overal dat de markt faalt. Dus de energiemarkt is een falen, de woningmarkt is een falen. Eigenlijk op alle fronten hebben mensen daar last van. De gewone belastingbetaler. En de overheid moet gewoon verantwoordelijkheid nemen. Waar de provincie dat kan, moet ze dat ook doen. En daar zullen wij dan uiteraard hele goede plannen voor indienen. Ja, en de plannen die er nu aan liggen, volgens de energietoeslagen, et cetera, en ook nog de tegemoetkomingen die bedrijven zich allemaal krijgen, dat is dankbaar ook. Maar is dat ook voldoende volgens u? Nee, het is een pleister op de wond in plaats van de wond genezen. En ten tweede, het geld gaat allemaal naar de bedrijven zelf. En die keren nog steeds recordwinst uit hun aandeelhouders. Volgens ons zou dat soort geld veel beter rechtstreeks naar de mensen kunnen gaan. Rechtstreeks naar isolatie van woningen, rechtstreeks naar het verlagen van de energierekening door zon op dak bijvoorbeeld voor iedereen. Waarom dat nog niet geregeld is, geen idee. Maar dat zijn volgens ons de betere alternatieven om het te doen. Ja, eigenlijk als je kijkt naar de komende provinciale statenverkiezingen, dan gaat alles gaan over bestaanszekerheid. Hè? Kan ik straks nog een woning kopen? Kan ik mijn energierekening nog betalen? Is er voor mij als boer in het buitengebied nog een toekomst? En eigenlijk over al die grote thema's gaat het bij de aankomende provinciale statenverkiezingen. Ja, maar is dat niet het beleid van het CDA juist dat we zo'n groot probleem hebben met bijvoorbeeld de boeren en ook de woningnood? Nou, het CDA Limburg heeft zich de afgelopen 4 jaar enorm ingezet voor de agrarische sector. Ik zeg altijd tegen iedereen, noem mij één ding wat het CDA in Limburg de afgelopen 4 jaar tegen die sector heeft gedaan. Wij blijven ons daar keihard voor inzetten. En ook tegen landelijk beleid wat niet uit te voeren is, zullen we ons hier in Limburg continu goed blijven inzetten. En over welk landelijk beleid heeft u het over precies? Nou ja, je ziet nu op dit moment dat er landelijk vooral over doelstellingen wordt gesproken. Terwijl aan de andere kant diezelfde Rijksoverheid, de provincies die het moeten gaan uitvoeren met mensen, dat die geen instrumenten geven om aan de slag te kunnen met innovaties, met andere bedrijfsmodellen. En zolang daar niet op wordt geleverd door de landelijke politiek, kunnen wij ook niet aan de slag. En dat zou wel jammer zijn. Op 15 maart kunnen we stemmen en dat is het moment om invloed uit te oefenen met je stem. We kiezen dan de statenleden, de volksvertegenwoordigers van ons in de provincie. De statenleden bepalen de doelen van de provincie. Ook bepalen ze hoe er aan die doelen wordt gewerkt en hoeveel geld ervoor is. We gaan het zien op 15 maart. Ga stemmen!